Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. En vandaag gaan we een nieuwe laag grondverf aanbrengen. Dus de tweede laag. En hopelijk kunnen we de romp ook gaan verven vanmiddag. Het moment is eindelijk daar. Ik ben heel lang niet te zien geweest in de Sanne, het project Sanne vlog. Maar we gaan eindelijk de kleur aanbrengen. En ik weet niet of je het nog weet.
Maar we hebben ooit hebben tegen Sanne gezegd, jij mag alles bepalen. De kleur, de naam, de, nou ja, alles. En ik heb geen idee wat het gaat worden. Sanne is hier achter mij de pot aan het uitpakken. Tenminste de bestelling, de verfbestelling. En nog heel even terug naar wat daar toen gebeurde. Kijk je even mee? Sanne en ik zitten hier aan de keukentafel en zoals we hebben afgesproken bij Project Sanne, mag Sanne alles beslissen aan deze boot. De kleuren onder andere, en dat is heel belangrijk. Sanne zit hier achter de laptop. Hoi. Dat is mijn laptop. En ik ga hem zo ook betalen en bestellen. Alleen ik ga niet weten welke kleuren het zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. Sanne? Ja, dat komt wel goed. Je mag je ding gaan doen. Je mag de kleuren gaan... gaan selecteren. Ja. En dan mag je het zo proberen te doen dat ik hem wel ga afrekenen, maar dat ik dus niet zie welke kleur het wordt. Dat ik dat echt pas zie als de pot open gaat. Dat lijkt mij heel erg leuk. Ik ben benieuwd. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Sanne, ben je zover? Welke kleur gaat het worden? Ik ben heel benieuwd. Oh ja, zitten ze zitten nog aan elkaar vast. Dus duurt eventjes. Ja. Ja? Ja, nee, ik ben heel benieuwd. Het wordt... Lekgroen. Oh, cool. Oké, okay, nice. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat lekgroen... Geen idee of de lek ook groen is. Maar we gaan het doen. We gaan de deur open doen, want de boot ligt buiten. En eindelijk een kleur op de boot. Yes. Ja. De romp staat in de eerste laag verf en volgende week zullen we een nieuwe laag aanbrengen. Kijk je dan ook?